De Samora Anijs Foundation heeft dit jaar weer studiebeurzen en schoolpakketten aan de bestgeslaagde zesde klassers van 26 lagere scholen in Paramaribo en overige districten verstrekt. Het accent lag op de scholen in het binnenland. De pakketten en beurzen zijn gisteren op twee locaties verdeeld en toegekend, te weten de Latourkerk en de Erka-school te Brownsweg. De financiële middelen en schoolspullen zijn bestemd voor een heel schooljaar. Herman Ginti, voorzitter van de stichting, zegt dat de organisatie elk jaar deze back-to-school activiteit organiseert. Samora Anijs Foundation vindt namelijk dat leerlingen gestimuleerd en gemotiveerd moeten worden hun best te doen op school. Ik ben zelf een product van het district, van het binnenland. En ik vond het altijd handig om, nu ik iets ben geworden in de maatschappij, om iets terug te geven. Dit is niet alleen mijn mening, maar ook de mening van de stichting, het bestuur van de stichting. Ondersteund door meneer Anijs uit Amerika. Om studenten te helpen een steun in de rug te geven om zo het schooljaar op te starten. We hebben dit jaar niet alleen in Latour het scholen herdacht, maar we gaan zo meteen ook richting Brownsweg, waar we ook de omliggende scholen, Pokigrong tot de boven Suriname, gaan we dus een flink aantal scholen gedenken met schoolpakketten. We vinden het een bijzondere eer en een bijzondere gelegenheid om elke keer weer dit te doen voor de Surinaamse gemeenschap. Herman Ginti, voorzitter van de Samora Anijs Foundation. Deze organisatie heeft dit jaar weer studiebeurzen en schoolpakketten aan de bestgeslaagde zesde klassers van 26 lagere scholen in Paramaribo en overige districten verstrekt. Niet alleen scholen, maar ook organisaties in de Latour-omgeving zijn bedacht met een aantal zaken. Ook de politie en de stichting Dak en Thuislozen hebben onder andere enkele spullen ontvangen van de stichting.